Music Memories duik ik met bekende gasten de studio in voor een trip down memory lane aan de hand van muzikale herinneringen. In deze aflevering doe ik dat met woordkunstenaar Pepijn Lanen. Hoe is het? Goed, met jou? Goed, leuk dat je er bent. Neem lekker plaats. Yes. We gaan jouw leven eigenlijk langs aan de hand van allemaal muzikale herinneringen. Yes. We hebben een scherm met allemaal foto's en woorden. Ja. En dat scherm bepaalt eigenlijk waar die op uitkomt. Ja, okay. Het lot ligt een beetje in hun handen. Spannend. Kijk. Wat valt je op? Heel veel foto's van mij. Ja. Veel mooie mensen. Laten we gaan beginnen met het eerste onderwerp. Ja. En kijken waar die op uitkomt. Ja, wat gebeurt? Het begin van alles. Ja. En de hele periode natuurlijk met de jongens van de jeugd. Zeker. We gaan even luisteren welk nummer daarbij hoort. I will hunt you down. Wat een jam. Dit is zo grappig oud, zeg maar, voor mij ook, qua herinnering. Ja, het is nog steeds een hele vette track. 100%. Verrassende keus. Ja, we luisterden altijd zo ontzettend veel muziek. Maar ik kan me gewoon nog heel goed herinneren dat dit was toen onze tweede plaat uitkwam. We zaten in de auto en dit nummer op repeat in een soort... trance. Ja, maar ook gewoon om een beetje rustig te blijven en een soort houvast te hebben. En onze chauffeur werd helemaal gek. Carrie. Ja, en toch nog meer op repeat. Ja, wat voor periode was dat een beetje? Je gaf het al aan, druk, ja, weinig slapen. De eerste 2-3 jaar zijn gewoon alleen maar gaan. Ja. Dus optreden, promo, pers, interviews. Dus ook de hele tijd wel gewoon feesten. Ja. En als je dan klaar was, ook nog feesten, omdat je dan even vrij had. Zeg ja, maar. En je bent, weet je, jullie waren best op broekjes nog, jong. Ja, 23, 24. Ja. Vlak daarvoor gingen we ook al best wel veel uit. Maar was het dan nog een beetje, kom je binnen, sta je wel op de juiste gastenlijst. En nu was het dan natuurlijk nog meer van... Ja, een beetje rocksterrenstatus, ja, we gaan precies, het doen. Het. Wat doe je hier? Je hangt hier een foto. Ja, ik lig hier in het bagagerek van een partybus. Oh, je kijkt ook lekker glazig. Ja, ik ben niet nuchter. Jullie waren echt gewoon all over, toch dingen slopen... Ja, nou, ik bedoel, er zijn zeker wel ook dingen gesloopt, maar dat was niet... We gingen niet ergens naartoe om dan alles nee, natuurlijk niet als een soort van hooligans, maar ik kan me voorstellen dat je wel eens een belletje hebt gehad van je management van... Onze manager die zei sowieso 1 keer in de zoveel tijd van als jullie nu niet normaal doen, dan hou ik er gewoon mee op. En we luisterden wel echt naar hem, ik bedoel ook niet... Maar ook wel. Maar je wist wel waar soort van het punt zat om echt te luisteren. Nou, we wisten dat het belangrijk was dat hij ons bleef managen. Omdat hij wel gewoon, hij was gewoon heel goed in de zakelijke structuur. Oh, ja. En tegelijkertijd kon hij artistiek ook wel goed zien wat zinnig was om mee bezig te zijn en waar naartoe te gaan. Want hij was natuurlijk ook van ons label. Ja. En hij was wel echt iemand die kon horen wat een goede single was. Terwijl wij allemaal zoiets hadden van misschien dit of misschien dit of misschien dit. En dan had hij ook nog gelijk. Yeah. Dus dat wisten wij ook wel. En ja, helemaal in het begin hadden wij ook zoiets van we staan gewoon in brand. We zijn dit aan het doen. We kunnen niet... Er gebeurt gewoon wat er gebeurt. Maar na verloop van tijd... ik denk nadat die tweede plaat uitkwam, deden we een show op Lowlands in de Bravo. Ja. En daar hebben we toen heel goed over nagedacht en voor gerepeteerd. En speciale outfits voor aangeschaft. Ja. En dat was gewoon een hele toffe show waar ook heel goed op gereageerd werd. We hebben ook nog een video van Lowlands. Ja, dit is dat jaar. Tweede show, ja. Ja, 2007 is het. Ja. Of 2008. Nee, 2008 is het. Oh.
mooi dit. Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we daar in die tent stonden en dat aan het doen waren. En dat het gewoon heel goed ging. Ja, had je dat door? Ja, daar is ook meteen een poppodiumtour uit voortgekomen. En toen stonden we ineens eigenlijk alleen nog maar voor mensen die kaartjes gekocht hadden om ons te zien. En die het ook echt heel vet vonden. En dat was echt een omslag naar dat wij ook alleen nog maar bezig waren met... Of nou ja, voor een goede 85% alleen nog maar bezig waren met een zo goed mogelijke show. Ja, dus er kwam iets meer focus. Precies. Laten we doorgaan met het volgende onderwerp. Gaan we even naar het scherm kijken. Ah. Kleine Pepijn. Hoe oud was je hier, denk je? Ik denk 9 of 10. Bij vroeger hoort ook een nummer. Ja. Daar gaan we even naar kijken. Oké. Okay. Oh, snap. Ja, toch. Snoop Dogg. Ja, ik weet nog dat deze video uitkwam en dat ik echt dacht van dit is het allerbeste nummer ooit. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, wat het dan was, maar ik vond de muziek gewoon heel vet. Ik vond hem ook heel cool. En toen dit uitkwam, toen luisterde ik wel ook al naar rap met mijn broer. En dit was dan echt iets helemaal nieuws, wat hij bijvoorbeeld ook nog niet kende. Ik weet nog dat mijn broer vond dit dan niks, omdat het refrein te veel één op één een kopie was van een nummer van George Clinton. En dat vond hij als purist niet oké. Okay. Ja. Maar ik vond het echt super vet. En toen had ik ook echt zoiets van, ja, het is goed met je. Dan vind ik dit wel in mijn eentje vet. En dat was ook wel een beetje het begin van dat ik zelf ging bedenken wat ik dan vet vond of niet. En niet meer daar blindelings andere mensen voor nodig had. En ik vond het hoesje en die tekening ook echt heel sick. Ja, heel sick. Het is echt een beetje oldschool met al die letters en kleuren. Ja. En welke herinnering heb je dan ook een beetje aan die tijd? Michael Jordan video's kijken en veel rap luisteren ook. En verder ook tegelijkertijd wel gewoon kleine jongens dingen doen. Dus naar school gaan en met Lego spelen en... Ja. Af en toe stiekem dingen in de fik steken. Als je jong bent, dan moet je dat ook een beetje doen, toch? Ja, nee, 100%. De grenzen opzoeken. Ja, de ene keer is het werpsterren van plexiglas maken. En de andere keer steek je misschien per ongeluk iets in brand. Wat zien we op deze foto? Ik ben een slokje frisdrank aan het drinken. In een core outfit voor een kerk, denk ik. Samen met een paar andere jongens waar ik bij op de koorschool zat. En wat is de koorschool? Het was gewoon een school en dan had je ook heel veel zangles. Ah. In het weekend moest je dan zingen in de kerk. Door de week kreeg je les en in het weekend moest je dan daarmee optreden? Ja, ik weet niet of je het zo noemt, maar dat komt wel. Of jij optreden. Ja, ik vond het dus echt niet leuk vroeger. Maar ik denk dus wel dat als ik dit niet had gedaan, dat ik misschien dan wel te zenuwachtig was geweest om op te treden. Ja, want hiermee heb je wel een soort van meters kunnen maken zonder dat iemand... Dus ik wil zeg maar die school niet publiekelijk props geven. Ja. Maar ik denk toch wel dat het op die manier goed is geweest. Zullen we naar het volgende onderwerp? Yes. Broer. Ja. Ja, het kon niet uitblijven natuurlijk. Ja, een heel belangrijk persoon. Ja. Laten we even kijken welk nummer daarbij hoort. Ja. Wat voel je hierbij als je dit ziet? Ja, gewoon altijd precies hetzelfde. Je ziet al die mensen op straat en de crew die er omheen zat. Alles was stond heel erg voor een soort broeierige, nu te ondernemen, hardvochtige, positieve actie. En mijn broer had deze plaat op vinyl, op een 12-inch. Ik vond die plaat sowieso altijd heel erg intrigerend. Ik wou ook altijd die plaat luisteren als we op zijn kamer waren. Zien jullie ook een foto van jullie twee? Ja. Heel schattig. Met je grote broer.
op een gegeven moment had hij een strip of gemaakt. Of niet echt een strip, want het was gewoon de eerste pagina of zo. Nee. Maar samen met een vriend van hem. Toen had ik echt zoiets van, wow, die strips die ik lees, die in de kast staan, die kan je ook gewoon zelf maken. En dat ben jij nu aan het doen. Je bedenkt zelf het verhaal. Het was echt mind-blowing. Keek je in die tijd tegen hem op? Zeker. Ja? Hij is natuurlijk 12 jaar ouder, dus hij was echt al serieus bezig met toegelaten worden op de Rietveld Academie en dat soort dingen. En ja, ik zag het gewoon op de lagere school. Zulke grote ogen te kijken. Ja. Ja. En hij deed ook allemaal dingen die andere mensen, die je zeg maar niet via mensen op school of op de televisie tot je kreeg, zeg maar. En dat vond ik gewoon vet. Super cool. Ja. Betrok hij jou er ook heel erg in? Nee, hij liet me dan wel gewoon zien bijvoorbeeld hoe je een poppetje kon tekenen. Maar ook wel door muziek, door dingen op te zetten en te laten horen die dan niet per se op televisie of op de radio kwamen of zo. En heeft hij je dan ook denk je wel een beetje geïnspireerd om met muziek bezig te zijn? Nou, hij heeft me zeker in de eerste helft van mijn leven heel erg gevormd, ja. Ja. En ook niet per se dat hij mij gekneed heeft naar zijn evenbeeld. Maar het is gewoon actief dan wel passief een enorme invloed geweest op alles wat ik vet vond en interessant. Hij wil even iets tegen je zeggen. Oh. Lieve broer, mij is gevraagd iets te vertellen over het begin in Amsterdam. Hij heeft het zelf geëdit trouwens. Toen ik in Amsterdam woonde, ja nog niet... kwam je vaak langs en nam ik je mee om naar een bandpractice te gaan bijvoorbeeld of plaatjes te luisteren. Ja, dat is hem. Ja. We hadden ook een rapgroepje, de Spanje Beat Clique. Jij kon natuurlijk iets beter rappen dan de rest van ons. En was ook belachelijk veel sneller klaar met teksten schrijven dan wij. Waardoor we je regelmatig voor straf nieuwe drank lieten gaan halen, terwijl wij nog verder konden schrijven. Dan waren we natuurlijk nog een DJ-duo, Gal en Gal. Allemaal 10 jaar lang geleden natuurlijk. Maar nog steeds wel leuk om aan terug te denken. Hopelijk vind jij dat ook. Nou ja, ik spreek je snel weer. Doeg, love you. Oh, ja. Wat vind je ervan? Ja, heel bijzonder. Ik vind ook... grappig dat hij er een soort super serieus en muziekprogramma uitziet, maar in het filmpje, maar die platenkast, dat is in zijn huis. Ja, dus even achter voor gaan zitten. Ja, dit klopt gewoon echt helemaal met wie hij is. En hij heeft het ook inderdaad over bepaalde fases qua muziek maken en groepjes die er zijn geweest. Wat zei hij nou? Ja, dus Paarndammer Buurtkliek. Wat was dat dan? Nou, mijn neef die had op een gegeven moment een 4-sporen recorder gekocht. Dan kon je op een cassettebandje eerst de beat opnemen en dan op een ander spoor nog de vocalen. Oh ja. Ja, dan kon je dus in principe gewoon liedjes opnemen zelf. Ja. In eerste instantie deed hij dat samen met mijn broer. Had hij een bandje met liedjes en dat had hij laten horen. En toen dacht ik van wauw, wat kun je gewoon zelf muziek maken. En toen had ik ook echt zoiets van ja, hier wil ik dan toch wel zo snel mogelijk ook een keer bij zijn. Ja. En uiteindelijk was ik een keer bij mijn neef en toen kwam Bas ook langs. Toen hebben we een beat gemaakt en dat opgenomen. En toen heb weet je ook nog hoe dat klonk, weet je? We gaan even naar les. Ben benieuwd. Ja. Dit is mijn neef. Ja. Ja. Shout-out naar hem ook. Wat mooi dit. Ja. Maar dit is al wel wat later. Oké, dit is niet de allereerste. Nee. In het begin dacht ik gewoon, je schrijft heel veel dingen en dan neem je dat op. Ja. Toen zei Bas op een gegeven moment, een couplet duurt zo lang. Ja. Dus dan ging ik voordoen hoe mijn rap ging en dan zei hij op een gegeven moment, stop. Ja. dit was het. Dit was het. Bas had op een gegeven moment ook een studio. Dan kwamen we daar binnen en dan zei hij ook van, laten we eerst een refrein verzinnen. En dan daarna allemaal alcohol gaan drinken en dan het goed opnemen. Ja, want ja. Als je... Maar toen moest het echt nog best wel oldschool worden opgenomen van wat je opneemt, was het gewoon, toch? Ik probeerde toen ook eigenlijk altijd zo snel mogelijk klaar te zijn en ook alles wel in één keer op te nemen. Ja. Dus in één take. En dat is nu nog steeds hoe ik het liefst werk. Ook omdat voor mijn gevoel is het zo dat hoe vaker je iets doet, hoe verder je verwijderd raakt van... Ja, zeg maar de oorspronkelijke enthousiasme ja, 100%. Over, ja.
over wat je opgeschreven hebt. Ja, 100%. En mooi om ook te weten hoe jouw broer hier ook een rol heeft gespeeld en hoe goed die band is. Laten we even naar het scherm gaan kijken. Een foto met Bas. Ja. We hadden het al even over hem. Hij is eigenlijk ook dus superbelangrijk geweest en er hoort ook een nummer bij. Daft Punk, One More Time. Ja. Ja, ik denk dat Bas vindt dit niet per se een heel vet nummer van Daft Punk. Maar ik wel. Hij had al een platencontract. En hij had toen de promo gekregen van dat nieuwe Daft Punk album. En van het tweede album van Extinct. En dat waren zeg maar twee gebrande cd's met zo'n geprint voorkantje. Ja. Ja, mensen hadden ook nog niet echt cd-branders en zo. Dus dat was echt al super bijzonder. Die platen waren ook nog niet uit. Ja, dus jullie wisten het voordat het echt uitkwam. Ja, en ik vond Daft Punk sowieso al heel vet. Het was ook best wel een mysterieuze groep. Of tenminste, ze zaten niet echt in die video's. Ze hadden ook al een tijdje niks meer uitgebracht. Toen mocht ik die cd van hem lenen om het volgens mij op een bandje op te nemen of iets in die trant. En toen was ik ook echt helemaal mind blown. Deze plaat was ook echt een beetje het begin van nog weer allemaal nieuwe avonturen, muzikaal en anderzijds. Wanneer gingen jullie eigenlijk een beetje nadenken over wat uiteindelijk de jeugd tegenwoordig is geworden? Toen ik mijn diploma had gehaald en een tussenjaar had gehad, toen ben ik in Amsterdam gaan wonen. En toen ging ik eigenlijk gewoon heel veel met Bas chillen. Dus ik ging bij hem langs in de studio en af en toe namen we ook dingen op. En we hadden het gewoon heel veel over de soort plekken waar meerdere genres elkaar kruisen, zoals electro, maar ook rap. En we hadden heel sterk het gevoel dat daar een soort overlap in zat die niemand zag. En ook heel erg dat de muziek, dat veel van de muziek met rap die gemaakt werd op dat moment heel erg hetzelfde was en allemaal uit hetzelfde vaatje tapte en dat er nog veel meer was. Dat het niet heel authentiek was of dat het niet heel veel was. Nee, maar dat er gewoon een heel groot onontgonnen gebied was. Ja. En dat had er gewoon een hele grote aantrekkingskracht. En hij is ook niet echt een hip-hop producer of zo. Hij is gewoon iemand die heel erg van allerlei soorten muziek houdt en gewoon heel graag allemaal dingen wil maken. En hij was toen bezig met een paar verschillende projecten, maar hij wilde ook heel graag een album uitbrengen met beats waar mensen dan overheen rapten. En ik zou daar dan ook op rappen en dan mensen bijzoeken om ook op die beats te rappen. Ja. En daar is een beetje, dat is een beetje het begin geweest van het pad waar uiteindelijk de jeugd uit is gekomen. Want je wilde met meerdere mensen op één nummer staan. Je ging echt op zoek daarvoor. Nou, het idee was gewoon dat om bij dat soort utopische idee van die onontgonnen muziekbron dan ook allemaal bijzondere mensen te vinden die op een andere manier daarmee bezig waren. Ja, dat het meer een soort van collectief ging worden naar dat gebied toe. Ja, precies. Ja, in plaats van jullie met z'n tweetjes. Ja, maar ik bedoel, dit klinkt nu heel ambitieus en echt of zo, maar het was gewoon meer iets waar we een beetje, wat ontstond misschien nog meer, toch? Nu is het natuurlijk een beetje helikopterview hoe dat is gegaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het toen meer ontstond van laten we dit gaan doen. En, ja, precies. En jij eigenlijk ook een beetje op zoek ging van oké, maar wie ga ik daar dan bij zoeken, toch? Ja, toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Want ik had daar wel een paar ideeën over. Maar op een gegeven moment heb ik Freddy leren kennen. Ja. En toen deed hij op een gegeven moment een rap. En toen dacht ik, wauw, dit is precies wat ik bedoel. Ze had een hele levendige, dat heeft hij nog steeds, een hele levendige manier van woorden laten klinken. Ja. Zonder muziek eronder kon hij het heel erg toch muzikaal en driedimensionaal laten klinken. En toen dacht ik, dit is precies wat het nieuwe waarvan ik dacht dat dit hebben we nodig. Ja, precies. Dit gaan we doen. En toen
is wat is gebeurd opgenomen en ontstaan. En toen vrij snel daarna was ook, want Wibba was dan de beste vriend van Fred. En Wibba was ook eigenlijk de rapper. Ja. Dus toen was het ook niet meer dan logisch dat hij er ook bij betrokken zou worden. En toen was het al heel snel van, ja, dit... Toen zei Bas van, dit moet gewoon de groep zijn. Ja, nog niet weten dat er vele jaren ging volgen. Nee, zeker. Ben je klaar voor om naar het volgende onderwerp te gaan? Slecht gaan. Slecht gaan, ja. Ja? Ben je vaak slecht gegaan? Ja, tuurlijk. Ja? Als je lekker gaat, dan moet je ook slecht gaan. Ja, daar hoort ook een nummer bij. Ja. Everyone I know goes away in the... Ja, naar welke periode doet dit nummer je een beetje brengen? Ja, een beetje tegelijk met die Lowlands show en die periode die daarop volgde. Ja, gewoon alles te veel. Met het aanhoudende succes hield de rest ook aan, zeg maar. En terwijl je dan groeit als band, groei je ook in... Nou ja, wat je denkt te moeten consumeren, bijvoorbeeld. Ja, qua drank en drugs. Ja, precies. Ja, ja, want hoe voelde je je? Ja, ik weet niet. Eerst was het gewoon was het gewoon allemaal prima of zo. Gewoon het rockster ding of zo. Ja. En op een gegeven moment was het ook gewoon, werd het te veel, maar kon ik er ook niet echt aan ontsnappen op een bepaalde manier. En eindigde het wel altijd gewoon in dat je met mensen waar je niet mee wil zijn in situaties bent waar je ook niet in wil zijn. Ja. En dat was gewoon heel dubbel. En op een gegeven moment werd ook zo los van dat ik dat gewoon slecht trok en niet zo goed wist hoe ik daar dan... uit moest komen, begon het ook lichamelijk zijn tol te eisen door gewoon lang op te blijven en drugs te nemen en daardoor ook veel te praten en niet meer alcohol te drinken en sigaretten roken. Raakte mijn stem ook helemaal fokt op, terwijl we eigenlijk echt meer shows dan ooit hadden. Ja. Dus op een gegeven moment kon ik ook niet meer goed doen wat ik dan moest doen. Terwijl dat ook nog het enige is wat ik echt goed kon in het leven. En wat me op die plek gebracht had. Dus het was allemaal heel... Dubbel. Het kon heel snel gaan van een soort euforisch moment ergens naar... dat ik dan toch weer nog om 12:00 smiddags ergens zat... en niet los kon komen van die situatie. En je stem werkte dan een beetje tegen je eigenlijk? Maakte dat ook onzeker of merkte je dat je daar... nog meer stress door kreeg? Ja, het was niet dat ik dacht, oh mijn god, straks kan ik niet meer optreden. Maar het was wel ook een soort schaamte, denk ik. Ja. En daardoor ging ik nog meer... Zeg maar, als je een beetje schor bent, dan kan je er nog wel iets uitknijpen. En ik ging dan gewoon nog meer soort schreeuwen. Ja. Daar werd het eigenlijk gewoon nog erger van. En ik wist ook wel, van, ja, dit is niet echt een houdbare situatie. Maar het was ook, die andere jongens hadden er ook helemaal geen last van. Ja. Ik wist ook niet zo goed hoe ik daar dan verder mee om moest gaan of dat ik dat moest bespreken met hun of dat ik dat op kon lossen. Ik kon ook niet zeggen van we doen even 3 maanden niks want mijn stem moet bijkomen. Ja. Want, nou, ten eerste stond er gewoon heel veel geboekt en ten tweede zit je met z'n vieren in zo'n groep. Dus je kan ook niet, of ik kan althans dan niet zeggen van we doen het helemaal niet. Nee, dus je voelde wel daar een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Ja, en ook druk onbewust van jezelf. Ja, precies. En dat los je dan toch ook weer gek genoeg op met wel weer allemaal alcohol drinken. Ja, ja. En dan blijft het eigenlijk natuurlijk dingen. Een soort van cirkel, ja, toch? Precies. Heb je daar nu nog last van? Ik ben op een gegeven moment gestopt met alcohol drinken voor shows. Maar waarom was dat omslagpunt? Ook voor je stem of gewoon klaar mee? Ik wou in ieder geval niet meer ergens komen en gewoon geen stem hebben. Ja. Op een gegeven moment merkte ik ook dat mensen om ons heen dat ook wisten.
Okay. Dat ik altijd slecht bij stem was. Of dat ze zei, zo, jij bent schoor, terwijl ik zoiets had van... Ik ben vandaag een goede dag. Maar en ik voelde, ik wou ook gewoon wel kunnen doen wat ik moet doen. Ja, wat je kan en waar je talent voor hebt. Naar, ja. Naar de rest toe. Ja, zo ben ik er eigenlijk uitgekomen. Toen deed... Heel tegenstrijdig fotorit met allemaal drank in beeld. Ja, maar op een gegeven moment kon het ook wel weer een beetje. Ja, kon je dan... Dat is ook wel weer... Kon je het ook soort van een beetje matigen of was het altijd wel gewoon of alles of niets? Ja, wel of alles of niet. Ja? Maar goed, maar op een gegeven moment wist ik wel van, oké, het weekend ziet er zo uit. Ja. Dus dan... Als dit en dit erop zit, dan die show van 30 minuten, dat red je. Dat red ik nog wel. Dus alles een beetje soort van aan het plannen wanneer het wel en niet komt. Ja. En ook qua soort van een stukje, ik wil niet zeggen begeleiding, maar ik heb het idee dat er vandaag de dag wel veel meer over wordt gepraat, over mentale gesteldheid. En hoe weet je ook wat succes met artiesten doet, vooral als het in één keer zo hard gaat, weet je wel. Ja. Die tijd was het voor mijn gevoel toch wel echt anders. Dat was er toen helemaal niet. Nee, want konden jullie een beetje met elkaar erover praten als je je kut voelde? Of... Ja, we praten sowieso over alles. We zijn altijd gewoon heel erg streed met elkaar geweest. Ja. Dus het is vrijwel nooit voorgekomen dat er ineens een enorme onthulling was van iemand waar iedereen heel erg van geschrokken is of zo. Nee. Dus, dat is wel altijd heel goed geweest. En ik denk ook sowieso, omdat wij met z'n vieren zijn, is er altijd wel ook... Er zijn altijd wel mensen die slecht gaan of misschien heel slecht gaan. Maar er is ook altijd wel minstens één of twee personen die... Die een beetje de sfeer in kunnen houden. Ja, die dat weer in balans kunnen. Super fijn eigenlijk, ja, dat vergelijken met als je in je eentje artiest bent. Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Ja, liefst van je leven. Zeker. Coco. Ja. Moeder van je kinderen en vrouw natuurlijk. Ja. En daar hoort ook een heel liefdevol nummer bij. Ik voel me de koning te rijden. Met zoveel schoonheid in mijn kleine paleis. Lichtbruine ogen, donker zacht als satijn. En ze smaakt naar champagne. Zo is dat bij jullie thuis, hè? Ja, precies zo. En eigenlijk een beetje een ode toch aan Coco? Ja, absoluut. Ja? 100.000%. Dit nummer is geproduceerd door Benny Sings. Mm-hmm. En ik had al één keer eerder een liedje met hem opgenomen, Solonaise. En dat was heel leuk geworden. Maar hij is best wel iemand die druk is en zo. Dus niet iemand waar je elke week bij aanklopt. En toen hadden we gewoon weer een keer een afspraak gemaakt om in de studio te zitten. En toen wilde ik gewoon heel graag een liedje voor Coco maken. En omdat ik denk ik gewoon zo overliep van gevoelens voor haar. Ja, van liefde. Hier heb ik een hele lieve foto van jullie. Met twee jonge koppies. Ja, hier sportte ik nog niet zoveel. Super schattig. Ja, hier was alles echt helemaal het allerbest. Zeg maar vanuit het slechtste van slecht gaan was daar zeg maar helemaal daar uitgeklommen. Ja. Ja. Wat maakt haar zo speciaal? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat is gewoon zo. Ja? Ja, dat is hier. Ja, mooi. Ja. En nu ook de moeder van jullie lieve kinderen. Ja, zeker. Hoe is het als vader zijnde? Het is het allerbeste wat er is. Vond je dat spannend aan het begin? Nee. Maar ik had er misschien ook niet zo heel goed over nagedacht. Ja. We wisten meteen al dat we kinderen wilden, maar dat heeft toen toch nog best wel een paar jaar geduurd. En op een gegeven moment was het moment dan daar. En toen was het ook heel logisch dat ze zwanger was. En toen eigenlijk pas naar het einde toe begon ik me te realiseren van, oh ja, er is straks ook een baby, zeg maar. Ja. Is ook wel, de zwangerschap leidt ook tot iets. En, daar had ik eigenlijk nog helemaal niet echt over nagedacht, behalve zeg maar, we willen heel graag een soort abstract idee daarvan. Ja. Maar ja, toen onze oudste kind, mijn zoon bleek geboren was, toen viel eigenlijk alles meteen op zijn plek. En het was ook het begin van een soort nieuwe periode, nou ja, voor ons natuurlijk, maar voor iedereen wel ook. Ik heeft ook in datzelfde jaar een kind gekregen. En niet zo heel snel daarna. Fred ook. Beetje een stap naar volwassenheid of zo. Ja, ik denk dat iedereen ook wel een beetje
daar aan toe was. Ja, voelde dat ook meer als een basis? Ja, ik denk dat dit, zeg maar, heel lang was de jeugd gewoon mijn leven. En dat ging ook voor op alles. Ja. En dat was ook verder niet erg. En dan heb ik niet per se over het laat maken of dat soort dingen. Maar als er dan iets was, dan moest wat er dan verder was, moest daarvoor wijken. En vanaf dat... Het gezin is het juist, zeg maar, omgekeerd geworden. Ja, dus het vaderschap heeft jou ook als mens veranderd daarin. Ja. Denk ik. Zeker. We hebben ook iemand die iets tegen je wil zeggen. Ja. Pap, ik wil later net zoals jij worden. Zanger, je bent super cool. Je bent mijn grote voorbeeld. I love you super much. More than the whole universum. Love you super much, Poppy. Zo lief. Ja. Mijn kleine mannetje. Wat doet het met je? Ja, heel veel natuurlijk. Ik zie hem altijd in het echt. Maar het is toch gek om het dan nu zo op de televisie te zien. Raakt het je? Ja, tuurlijk. Maar hij zegt heel vaak hele lieve dingen waar ik dan een beetje van bij moet komen. Hij is echt een hele lieve jongen. Al mijn kinderen zijn lief, maar die kleintjes die zijn nog wat kleiner, dus dat hoort dan. Ja. En hier spreekt hij ook echt uit, want je bent een groot voorbeeld. Ja, dat vind ik wel grappig. Ik ben wel echt benieuwd hoe... Ik kan me ook wel goed voorstellen dat hij ook echt muziek wil maken op een gegeven moment. Ja? Zij ook echt, zie je al veel creatieve dingen bij hem? Nou, hij wil gewoon graag doen wat ik doe. Ja. En hij vindt dat gewoon heel interessant en heel sick. En hij heeft ook wel, denk ik, het idee dat dat moet. Of dat is wat hij ook moet willen. En mijn dochters die zijn weer veel meer van... Die hebben gewoon al een veel duidelijker een eigen ding wat ze willen. Ja, ik vind het zo lief. Ja. Wat zou je willen, hoe jouw zoontje jou zou zien? Nou, ik hoop dat hij de dingen die ik maak of gemaakt heb ook kan waarderen op een gegeven moment. Dat hoeft natuurlijk niet alles te zijn. Maar, en vooral ook dat de toekomst maakbaar is. Ja. Want ik doe natuurlijk ook niet echt iets wat... het is niet voor iedereen weggelegd, maar het is ook niet iets... wat je per se uit kan leggen of zo. Dus ik hoop wel dat hij daardoor ook ziet dat je niet alleen maar hoeft te doen wat andere mensen voor je verzinnen. Ja. Maar dat geldt voor sowieso al mijn kinderen en ik hoop ook voor andere kinderen en andere mensen. Ja, mooi. Ik wil je bedanken voor al je mooie herinneringen. Nou, ik wil jou bedanken. Leuk dat je er was. Ik hoop dat jullie het ook een leuke aflevering vonden. Laat in de comments ook weten wat misschien jouw nummer is... waar jij een mooie herinnering bij hebt. En dit was de laatste aflevering van Music Memories. Misschien tot volgend jaar. En geniet van je dag. Doei! Doei! Doei!